Het is een mooi gezicht op het middenterrein van het velodroom. Te midden van hun familie maken opa Kees en kleinzoon Joeri zich klaar voor de finale. Ieder op zijn eigen manier. Kees zwijgt en Joeri trapt zich warm. Nou, dat is niet altijd even makkelijk hoor. Want kijk, op een gegeven moment is het natuurlijk toch, je rijdt tot het uiterste. En als ze dan ho roepen, ja, dan ben je toch tegenover een vreemdeling. Ben je wat minder voorzichtig als het je eigen zoon of je eigen kleinzoon is. Je kent elkaar door en door en die weet ook mijn stijl van rijden en wat ik wel en niet kan. En dat is natuurlijk gewoon super. Opa Kees kent het klappen van een zweep. In de jaren 70 werd hij 3 keer wereldkampioen in het steren. Dit is 1973. In een volgepakt stadion in San Sebastian pakt hij de titel. Daar wint hij dan op het erepodium onder daverend applaus. En dit is 2013. Ja, dat doet mij zeker wel. Kijk, ik heb uiteraard zelf nog op stadion gereden. En toen zat er geen 50.000 man meer, maar toen zat er nog wel duizenden. En dan is het triest dat je dus dan hier eigenlijk voor 100, 200 man rijdt. Volgepakte tribunes of niet, opa en kleinzoon zijn topsporters en dus moet er gewonnen worden. Zodra de motoren zijn gestart, breekt er een oorverdovend lawaai los. In ruim 35 minuten raffelt het duo 200 rondjes af. Joeri Havik pakt zijn eerste nationale titel en treedt zo in de voetsporen van zijn opa.